Welkom Imke Elshoff. Hallo, jongens, mannen bedoel ik. Ja. Zag je ons aan voor jongetjes? Ja, mij misschien, maar... Hey, ja, voorrustig. Werkelijk een man, hè. Terug in de kooi. Imke, ik zag dat jij van het terras afkwam vandaag. Ja, klopt. Ja. En hoe was dat? Is het de eerste keer nu na een jaar dat je het terras bent op geweest? Of ben je al Nee, ik ben ook heel eventjes... Even kijken, wanneer ging het open? Woensdag ben ik eventjes woensdagmiddag heel snel eventjes geweest. Maar vandaag heb ik er echt wel volop van. Ik ben trouwens gisteren ook geweest. Maar hoe was het nou? Want ik heb het nog niet mee mogen maken. Ik ben nog niet geweest, maar... Nou, het is best wel grappig, want je leeft er zo naar uit. En dan denk je, oh, terras, terras, terras. En dan zit je daar en dan denk je, oh ja... Ja, dit is het dan inderdaad. Dat je zit op een stoel. Het is alsof je nooit weg bent geweest. Ja, gisteren was dat je daar was. Maar ik heb er vanmiddag wel echt van genoten. Want het zou niet zo lekker weer worden eigenlijk. En uiteindelijk was het echt wel een lekker zonnetje. En het is, uiteindelijk is het gewoon het lekkerst om mensen te kijken. Ja. En dat heb ik gemist. Ja, en heb je wat leuke types voorbij zien komen? Ja, van alles. In Nijmegen loopt er wel van alles rond. Hè? Van een tokkie tot aan een alternatieveling. Tot aan van die hipsters. Tot aan tokkies. Tot aan tokkies weer. Nee, maar in Nijmegen zie je alles en dat is gewoon heerlijk. Ja, zeker. Leuk. Gaat jouw Little Him eigenlijk ook daarna uit vandaag? Ja, nou eigenlijk... Ja? Dat dacht ik al, daar was ik al bang voor. Ja. Nou ja, het ging eigenlijk wel gewoon echt naar iedereen die eigenlijk in de horeca werkt en die weer aan het werk mag. Daar gaat het eigenlijk naar uit. Maar aan de andere kant gaat het ook eigenlijk echt weer uit naar het zorgpersoneel. Omdat, enerzijds vind ik het heel erg lekker dat het weer mag. Maar volgens mij moeten we ons ook nog wel bewust blijven van... Een beetje gemengde gevoelens nog bij het terras opgaan. Dus een beetje naar beide gaat het voor mij vandaag uit. Oké. Rick? Nou, dan mag jij de volgende even doen. Dan ga ik ondertussen even Imke's techniek een beetje aanpassen. Want het ziet er niet uit. Oké, dat is goed. Nee, mijn Little Him die gaat... ik wilde in eerste instantie eigenlijk ook zeggen naar de mensen van het terras. En zeker omdat ik inderdaad het gewoon fantastisch vind... dat zij weer die hele weken hebben opgebouwd. Allemaal spullen hebben ingekocht en dat soort zaken. Ja. Dus daarna. Maar ik dacht ook, ja, Koningsdag was natuurlijk ook wel... Klein beetje credits voor Willy. Ja, dat eigenlijk. Want ik heb eigenlijk voor de rest niet zo heel veel gedaan. Ik heb het terras nog niet mee mogen maken. En voor de rest eigenlijk niet zo heel veel bijzonders meegemaakt. Maar waar zit jij dan de hele week? Ik ben vooral aan het werk voor de GGD hele week. Al die mensen die nu naar het terras gaan en die dan verkoudheidsklachten hebben morgen, die kloppen dan bij mij aan. Kun jij weer opbellen? Ja, dan krijg ik dan weer geld voor. Precies, zo werkt dat. Ja, ja. Ondertussen is Rick weer terug en ik ben heel benieuwd of de techniek is gelukt. Ja, het enige dingetje was als je via televisie naar ons kijkt, via rn7.nl/tv of natuurlijk gewoon via je ouderwetse televisie, dan zag je Imke zeg maar zo in beeld. Oh, heel erg. Oh, wauw, dat zag je alleen in mijn ogen en mijn neus. Oké. Ja. Nou, ik heb net mijn wenkbrauw geëpileerd, dus dat is top. Ja, dat heeft veel Nijmegen inmiddels gezien. Maar goed, jij hebt je Little Him uitgesproken? Ik heb hem uitgesproken. Nou, leuk. Mijn Little Him van deze week gaat naar Imke. Ja, want morgen is de grote dag voor Imke. Morgen gaat er een gloednieuw televisieprogramma van start op RN7... dat helemaal van Imke's hand afkomt. Nou, even terug. Ja. Jouw hand, hè? Nou, mijn idee, jouw... Want jij hebt hier echt... Jij hebt het helemaal aan elkaar gemaakt. En het is inderdaad mijn idee, maar jouw uitwerking. Oké, het komt van mijn hand, maar uit jouw koker. Dat is het. Oké, top. Dat klinkt heel veel. Nee, maar je kan mij wel complimentjes geven. Maar ik vind dat jij dat ook echt heel erg top hebt gedaan. Ook hele goede interviews zitten erin. En je hebt het heel goed aangepakt. En dat kun je dus morgen allemaal gaan zien op RN7. Gelukzoekers vanaf 6 uur 's avonds ieder uur te zien op RN7. En natuurlijk ook op YouTube, RN7 online. Deze uitzending staat ook een klein beetje in het teken van gelukzoekers. Om het natuurlijk een beetje te introduceren. En ook omdat jij te gast bent. Leuk. Dus we hebben straks aan het einde van de uitzending natuurlijk weer de Game Changer. Die staat in het teken van geluk. Dus dat is misschien leuk. En het volgende uur gaan we nog heel even kort hebben over gelukzoekers. En dan hoor je ook een paar fragmentjes uit die eerste uitzending van morgen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb eigenlijk alleen het intro stukje nog mogen zien. Maar ik ga morgen sowieso kijken. Dat is echt... die stukjes die ik heb gezien ook... Ik ben excited. Heel interessant. Wel. Ja, dat lijkt me inderdaad ook. En ik ben nog op zoek naar geluk, hè. Dus, dan is dit het favoriete programma. Ja, absoluut. Maar oprecht, ik ben niet snel zeg maar tevreden over iets wat ik zelf heb gemaakt. Maar hier ben ik echt wel tevreden over. Het is een mooi programma geworden. Mooi. Nou, ja. Fijn, hè? Lekker. Wat bijzonder is dit. Wat een bijzonder begin van de uitzending, als ik het zo al hoor. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Leuk. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.